goedemiddag, ik ben Joop. Ik zit bij Wheels. Wij doen graag toertjes maken met lege voertuigen. En omdat het onze groene hobby is, vinden wij het leuk om met lege voertuigen, specifiek uit de Tweede Wereldoorlog, om daarmee rond te rijden. Het is een Amerikaanse truck, een mini-truck zoals ze noemen. Het is een WC-62. Het is een Dodge, een zescilinder in lijn. En dan is hij ook nog zeswiel aangedreven. Ja, dat kan. Ja. Dat is niet standaard, maar dat kan. Die kunnen inschakelen, zeg maar. Ja. Oh ja. Dat is specifiek voor een trein eigenlijk. Ja, ja. Op de weg hier, dan draai je op vierwielen. Een trein kunnen op zeswielen laten rijden. Ja, als het nodig is, zeg maar. Ja, als het nodig is. Ja, maar die is al 80 jaar uit of zo? Of, hij is van 1944. 1944? Ja, hij is in september. In juni 1944 is hij in land gekomen. In D-Day, bij D-Day zou ik maar zeggen. Ja. 25 juni is hij in land gekomen in Frankrijk. Ja, en toen heb je ook actief meegedaan aan D-Day eigenlijk, zeg maar. Nou, D-Day was toen eigenlijk, de grote slag was toen al geslagen, dat was 6 juni. Ja. En 25 juni, ja, de troepen werden maar aangevoerd en voertuigen. Ja. Dus deze is later gekomen en deze is helemaal tot in Duitsland is hij geëindigd, zo. In Hagenau. Tja. En daar is hij eigenlijk achtergebleven. Daar hebben ze hem gerestaureerd, is hij gebruikt door burgers. Oh, ja. En later is hij weer teruggekomen naar Nederland. Dus hij heeft eigenlijk een hele historie gehad. Ja, inderdaad. Maar je bent ook lid van een bepaalde club, hoorde ik net? Of, Ja, zoals ik al zei, zitten wij bij Wheels. Wheels, oh ja. Ja. Het is een voertuigenclub. Ja. En ik ben ook lid van KTR, dat is Keep on Rolling. Die bestaat eigenlijk al langer, die vereniging. Die zijn eigenlijk specifiek altijd bezig met legervoertuigen uit de Tweede Wereldoorlog. Ja, ja. En Wheels is wat diverser, er mogen ook latere voertuigen bij, dus na de Tweede Wereldoorlog. Ja. En werkt zo'n wagen nog veel onderhoud of dat valt mee? Weet je, het is, kijk, als je hem in het begin goed behandelt en je houdt hem dan bij, olie en de remmen en noem maar op, alle smerende delen, dan valt het best wel mee met het onderhoud. Ja, want de onderdelen, dat zal een probleem zijn, denk ik, als je... Een beetje zoeken op internet en kijk, als je bij een club zit, weet je vaak de mensen een beetje te vinden, dus dan weet je van, daar moet ik zijn en daar moet ik zijn. Ja, die tuurlijk. Heeft dus wat en die heeft dus wat. En... Dat snap ik. Hier werden manschappen mee vervoerd. In principe konden er 12 volwassenen zitten. Ja. We werden ook gebruikt als werkpaarden, pakezels. Dus we werden volgeladen met munitiekisten. Ja. Er zit een trekhakinstelling achter. Er werd licht geschut meegetrokken. Dus kanon licht afweergeschut. Ja. Het was eigenlijk een klein vrachtwagentje is het. Ja. Het was makkelijker als met die hele grote trucks op kleinere plaatsen te komen. Ja, een beetje behendiger en zo. Ja. En, mooi hoor. Ja. Saint-Mériglise, dat betekent, dat is een klein plaatsje in Frankrijk. Het ligt in Normandië, kort aan de kust. Daar werden droppingen gedaan in de nacht van 5 op 6 juni. Om vijandelijke doelen uit te schakelen die gericht stonden op het strand van Omaha Beach en dergelijke. Om die uit te schakelen om zo min mogelijk slachtoffers te krijgen natuurlijk. En u komt uit? Oorschot. Oh, u komt uit Oorschot, maar u was even in Boksel. Ja, even in Boksel een rondje rijden. Dus, ja. Alleen het weer laat niet helemaal toe. Hè, dus... Nee, daar laat de wens over inderdaad. Ja.